kosten in dan over Exchange Admin Center. Een beetje de functies van Exchange 2013 uitgelegd vanuit de interface. Dus we loggen in als admin. Het eerste interessante ding dat je hebt is bovenaan het vraagteken. Dus eender waar je, dat je staat, kan je een vraagteken drukken. Dan kom je technisch op een uitleg, meestal met een voorbeeld over de functies dat er eigenlijk voorzien zijn in de management console, de admin center. Dus het eerste typische ding is een gebruikers mailbox aanmaken, wat je op meeste zal nodig hebben. Je ziet dat daar ook een linked mailbox bestaat. Dus een gewone gebruikers mailbox. Die gaat lokaal op mijn server, op mijn mailserver voorzien zijn. De linked mailbox ga je gebruiken als je ergens bijvoorbeeld in een externe forest zit, dus in een andere forest dan je eigen forest, dat je daar eigenlijk een mailbox hebt staan. Je kan dan eigenlijk gewoon, wat hij eigenlijk doet, is een account lokaal aanmaken, een disabled account die je eigenlijk niet kan gebruiken, maar die dient dan eigenlijk voor het doorschakelen naar die andere, naar het andere e-mailadres of dat andere forest. Dat is een beetje de truc van een linked mailbox, maar dat gaat het dus waarschijnlijk niet echt nodig hebben. De volgende functie dat we tegenkomen, de volgende tab, is de groepen, de distributiegroepen, waar je dus groepen kunt definiëren waar je mail naar kunt sturen. Dus je ziet daar, misschien eerst nog al vermelden, zijn die drie puntjes die dat hier staan. Dus heb je hier en daar wel staan bij de admin center. Die drie puntjes, de more optie, geeft hier bijvoorbeeld al een extra optie voor de group naming policy te gaan bepalen. Dus als iedereen zomaar lijsten begint aan te maken in je systeem, ja, dan krijg je zo'n soort wildgroei van lijsten. Dus je kunt eigenlijk opleggen aan elke lijst dat er op je systeem wordt gemaakt, vandaar bijvoorbeeld het voorvoegsel lijst bij te hebben staan, bij eender welke naam dat je eigenlijk hebt, of ook een achtervoegsel, en dat maakt dat je benamingen alleszins toch iets meer eenzijdiger zijn over heel je systeem eigenlijk. Dus standaard bij het aanmaken van een groep, een distributiegroep, heb je nog een keuze tussen verschillende soorten groepen. Dus de gewone standaard distributiegroep, dat is dat je verschillende gebruikers gaat groeperen dan speciaal voor Exchange. Dus bijvoorbeeld hier gebruikers heb ik, en dat is puur zeg maar administratief, om een mail te sturen naar die verschillende gebruikers, dat je dat gaat gebruiken. Dus dit ga je eigenlijk in een groep gaan definiëren. Dus ik heb die bijvoorbeeld zelf gegroept in de groep studenten gezet. En dan krijg je als benaming die lijst studenten als distributiegroep. Als je nu ook een security groep gaat hebben, een security groep, dat is eigenlijk identiek hetzelfde. En eigenlijk gaat dat in Active Directory het meeste tegenkomen, een security groep, want daar kun je rechten mee gaan definiëren ook. Dus daar ga je rechten mee definiëren, permissies op je schijf bijvoorbeeld, die dat je met die groep kunt hebben. Dus een security groep, die gaat ook bij Active Directory, eigenlijk gaat diezelfde groep ook daar zijn functie eigenlijk hebben. De Dynamic Distribution Group, daar ga je eigenlijk regels opleggen aan een groep. Met die regels kun je dan gewoon zeggen van de kun je op gaan filteren. Dus op het moment zelf dat er iets wordt verstuurd naar een dynamische groep, kan je nog zien van, ah ja, er komt dit voor in dat e-mailadres, dus dan stuur ik het naar die bepaalde persoon. Dat is een dynamische groep. Dat kan dus dynamisch aangepast worden, wie dat er eigenlijk toe hoort. Qua resources, de resources zijn eigenlijk de speciale mailboxen. Dus je ziet daar de twee systemen, of de twee soorten, tussen staan. Je hebt de room mailbox en de equipment mailbox. Dus de room mailbox, daar ga je eigenlijk voor elk lokaal, dat is misschien een beetje raar in het begin, want je maakt eigenlijk een echte mailbox eigenlijk aan voor elk lokaal dat je hebt. Dus ik heb hier bijvoorbeeld voor G501, 502, 503 in mijn gebouw, heb ik elke keer voor die drie lokalen heb ik een
mailbox aangemaakt. Waarom maak je dat dan? Als je nu zelf een vergadering wil gaan plannen bijvoorbeeld, dan kan je die mailbox eigenlijk gebruiken. Er wordt eigenlijk een mail gestuurd naar het lokaal om te kijken of dat ik dat lokaal kan reserveren. Dus net zoals een persoon eigenlijk vrij zou zijn, kan dat lokaal dan ook vrij gaan zijn. De equipment mailbox is eigenlijk gelijkaardig. Bijvoorbeeld een laptop die je kunt reserveren, dat je die nodig hebt voor een vergadering, en dan kun je dat ook via de equipment mailbox gaan doen. Een ander handig ding dat erbij zit, is als je bijvoorbeeld alle vergaderlokalen samen in een distributiegroep steekt. Dat kan nu niet via deze interface, dat kan enkel via PowerShell. Als je dat in een distributiegroep steekt, kan die zelf gaan bepalen welk lokaal er nog vrij is. Dan moet je niet gaan zoeken of proberen dit bepaald lokaal te krijgen. Zeg gewoon vergaderlokaal, en dan gaat hij die kunnen reserveren of niet. Dus dat zijn de speciale mailboxen, wat de resources zijn in uw systeem. Dus ik heb hier als voorbeeld een beamer dat je zou reserveren voor een vergadering bijvoorbeeld. Dan kun je dat eraan koppelen, terwijl je zo in de Outlook of Outlook Web Access je vergadering plant. Contacts zijn externe e-mailadressen die je voor heel je organisatie gaat vastleggen. Shared, je kan een speciale mailbox definiëren dat eigenlijk gedeeld wordt tussen verschillende personen. Bijvoorbeeld hier studentenraad of bijvoorbeeld secretariaat dat je zou hebben, waar verschillende mensen werken en die eigenlijk aan dezelfde mail moeten kunnen. Kan je ook nog opties instellen wie dat wat eigenlijk kan, welke members heeft deze mailbox. Full access of send as kunnen meegeven als permissies op die mailbox. En dan migration is uw mail zelf, die ligt eigenlijk vast in een databank. En je kan dan zeggen, ik ga dit stuk overhevelen naar een andere databank. Dus niet alles in dezelfde databank zitten. Of zelfs naar een andere forest, of van een andere forest een databank overkopiëren. Dat is daarmee mogelijk. Qua permissies zijn de roles hier wel handig. Het is sowieso al niet goed of geen goede gewoonte om alles als administrator te gaan doen in een grote organisatie. Dan ga je eigenlijk iemand hebben die verantwoordelijk is voor de Exchange server, en die ga je dan bijvoorbeeld al hier de organization management kunnen geven. Een gewone helpdesk medewerker bijvoorbeeld, geef je de helpdesk role. Die kan standaard gewoon aan gebruikers, eigenlijk wat gebruikers zien bij hun mail. Dus die kan die settings eigenlijk wijzigen van gebruikers, wat dat handig is daarvoor. En je kan die roles eigenlijk ook uitbreiden. Dat is ook wel fijn. Dan de user roles, de default policy, ga je zeggen, wat mag een gebruiker nu gewoon default gaan doen? Dus hij toont zijn contactinformatie, en hij kan bijvoorbeeld zelf hier distributiegroeps aanmaken of lid worden van een distributiegroep, en welke apps dat hij kan installeren, dat kun je daardoor beperken of net niet. Via de Outlook Web App Policy, daar kan je gaan instellen wat iemand via OWA, de web interface voor de mail, wat dat die eigenlijk allemaal kan of niet kan. Dus dan kan je gaan zeggen van, iemand kan bijvoorbeeld niet zijn paswoord veranderen bij security hier via die webinterface. En dan misschien wel via zijn computer, maar niet via die webinterface. Iemand kan het wel een team aanpassen, iemand kan contacten gebruiken enzovoort. Dus die dingen kan je daar eigenlijk gaan instellen. Compliance management. Het eerste item klinkt misschien een beetje tropisch, de in-place e-discovery en hold. Dat ga je gebruiken als bijvoorbeeld een medewerker van je bedrijf dat die ontslagen is of een andere job gaat beginnen. Wat je wilt dus bijvoorbeeld eens in de mailbox blokkeren. Je wilt dat niet direct weggooien, maar een tijdje bijhouden, dan wordt die eigenlijk op hold geplaatst. Auditing is daar ook voorzien. Auditing is niet het loggen van uw mails zelf, maar auditing is het loggen van wat dat uw systeembeheerders eigenlijk gaan doen op uw server. En dus als je verschillende beheerders hebt op een systeem, gaat die eigenlijk vasthouden wie dat wat eigenlijk gaat doen. Dus dat is een big brother voor systeembeheerders, zeg maar. Het andere loggen van mailverkeer, daar komen we zelfs eigenlijk tegen. Daar gaan we eigenlijk zien
Wat dat dat eigenlijk gaat doen. De data loss prevention. Data loss is eigenlijk prevention is eigenlijk gaan kijken in uw mails of dat er niet bedrijfsinformatie zomaar weghuppelt naar het internet of extern wordt gestuurd. Dus je kan er eigenlijk gaan kijken, scannen zeg maar op e-mailberichtjes die daar worden verstuurd, of dat daar geen nogal gevoelige data in voorkomt. Er staan enkele standaard lijsten in, maar dat is nu niet voor België voorzien. Maar je kunt dus eigenlijk uw eigen policies definiëren van wat er niet mag buiten gaan met de mail. De retention policies, dat je eigenlijk gaat zeggen van ja, hoe lang ga je bepaalde mails bijhouden, hè, dus hopelijk niet eeuwig. Ik kan bijvoorbeeld hier instellen dat na 2 jaar bij die retention tags kun je dat bekijken. Na 730 dagen wordt de mail bijvoorbeeld gearchiveerd. En dan gaat die niet standaard of snel beschikbaar zijn, maar wel gearchiveerd worden. En dan kan je bij de journal rules zeggen wat er gaat gebeuren als er een rapport niet af, niet leverbaar is. Waar moet ik dat dan naar sturen? Voor de organisatie zelf, ja, de Federation Trust is nu niet gebruikt. De apps kun je definiëren, welke apps zijn er beschikbaar voor gebruikers. Welke adreslijsten zijn er beschikbaar, de contacten, de groepen, de lokaal, de gebruikers. De folders bijvoorbeeld, kun je daar instellen. De malware filter is er bij 2013 ook voorzien, waar je dingen kan instellen van malware, die daar binnenkomt of niet. Bij de mailflow ga je een aantal regels kunnen opleggen die dat bepalen wat er met uw mail gebeurt, waar dat die naar gestuurd wordt, en dat meer vanuit transport bekeken, zeg maar. Hier staat ook de handigste functie waar je kan gaan kijken. Stel dat je een gebruiker hebt en die komt klaar van oh, ik heb hier een mail en die is kwijt. Ik heb een student 2 bijvoorbeeld, zal ik hier als voorbeeld nemen. Student 2 die gaat een mail gestuurd hebben naar student 1 en ik geloof de instelling was erg dat die ook doorgestuurd werd naar een van die contacten en daar is iets mee misgelopen. Dus dan kan je als admin hier bijvoorbeeld hier alle mails even opvragen tussen die twee gebruikers en dan kan je meer in detail gaan kijken wat daar juist mee gebeurd is. Ik heb bijvoorbeeld een test naar Gmail contact en dan kan je kijken bij die log zeg maar, bij Liverpool unsuccessful staat er, dus dat is niet gelukt en dan kan je verder gaan zoeken wat juist het probleem is met die mail. Bij de accepted domains ga je eigenlijk instellen op je server welke domeinen dat hij bedient, welke e-mailadressen verwacht hij en de receive connectors en de send connectors die geven eigenlijk aan wat er allemaal binnen en buiten komt bij mijn mailserver. Dus als ik mijn server ga bekijken, de receive connectors, met welke andere mailservers ben ik verbonden en wat verwacht ik daarvan, hè? Mail binnenpakken zeg maar. De send connectors kan je eigenlijk zeggen, dient mijn server als een soort relay en gaat je doorsturen naar andere mailservers en dan moet je daar eigenlijk gaan definiëren. Dus receive geeft aan van waar het alles komt eigenlijk, aantal proxy servers gedefinieerd en send connectors staat er nu geen meer tussen, maar kan je die extern laten doorsturen. Qua mobile device, mobile gaat die eigenlijk zijn interface ook aanpassen, die OWA interface, dus een mobiel telefoon gaat hem detecteren en dan krijgt hij direct een ander soort webinterface te zien. Je kan daar ook specifieker bijvoorbeeld gaan zeggen dat je bepaalde toestellen gaat verbieden omdat ze een te gemakkelijk paswoord hebben. Hè. Dus je moet weten als die het mailsysteem gebruiken op hun draagbaar apparaat, is er altijd het gevaar dat dat natuurlijk gestolen wordt, die data. Dus dan zal je ergens moeten zien dat er iets mee gebeurt. Dus je kan er een policy gaan opleggen. Hier is bijvoorbeeld een student al die dat in quarantaine geplaatst is. Die mag niet meer op het systeem totdat de beheerder er iets aan zou doen. Je kan ook van op afstand die zijn toestel gaan uitvagen. Je kan ook filteren op bepaalde types van het OS. Bepaalde upgrades dat die zou gedaan hebben.
om te zeggen dat hij toegang heeft of niet. De publieke folders hebben ze ooit willen afschaffen bij Microsoft, maar wegens algemeen gebruik werd dat eigenlijk behouden. Nu, de interface is misschien een beetje raar hier voorzien, want je moet eigenlijk als je een publieke folder wilt gebruiken, moet eigenlijk een mailbox aanmaken, een public folder mailbox. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een gewone mailbox. En het speciaal is dan definiëren een public folder. Vanaf dat dan een public folder is, die mailbox, dan kan je dus in die mailbox documenten gaan plaatsen bijvoorbeeld. Je kunt er ook subdirectories op maken. En je kan ook mail enablen, wat dat wil zeggen dat je als je daar gewoon een mailtje naar stuurt, naar dat mailadres, hier is dat public studenten folder mail, als je daar een mailtje naar stuurt, komt dat ook in die publieke folder. Dus dat krijgen mensen ook bijvoorbeeld via de OWA of via Outlook in een folderstructuur, krijgen die bepaalde documenten te zien. Dat is dan wel handig. Dus een beetje ongelukkig qua interface, omdat je eerst dit moet definiëren, de mailbox, en daarna de folder zelf kunt definiëren. Qua Unified Messaging, dus Unified Messaging is het integreren van het SMS, van sms'en, van voicemailberichten, faxen enzovoort, allemaal binnen het mailsysteem eigenlijk. Dus daar heb je dan ook nog gateways voor je voice over IP bijvoorbeeld naar buiten te brengen. Ik heb hier nu maar één server, ik heb ook een extra databank voorzien. Dus je kan verschillende gebruikers, hier bijvoorbeeld staan mijn public folders in een aparte mail-db dat ik heb gedefinieerd. En die verschillende databanken, die kunnen dan ook nog eens een keer verspreiden over meerdere servers. Dus je hebt database availability groups. Dat is een handige feature, omdat je dan kan zeggen, van, ik heb mijn... ik heb niet één server, maar ik heb er twee voorzien. En mijn databank staat eigenlijk beschikbaar op beide servers. Stel dat mijn eerste server uitvalt, dan schakelt hij automatisch over op de tweede. Dus heb je een failover systeem naar de volgende. Dus we kunnen eigenlijk tot 16 servers bij elkaar zitten, die dat samenwerken en eigenlijk zorgen dat die databank altijd dat die high available gaat zijn. De Virtual Directories dan geeft eigenlijk het laatste stuk weer van mijn URL, dus ECP staat daar bovenaan voor de settings, en de OWA is een standaard client voor Outlook, staan daarin gedefinieerd, en certificaten voor HTTPS te ondersteunen op de server staat daar ook bij. Het hybride systeem, je ziet dat ook een beetje bovenaan. Even mijn muis kwijt. Ja, help. Dan heb je dat. Dus bovenaan zie je daar ook al Office 356 staan. Dus je kan geïntegreerd werken, je eigen mailserver hebben, geïntegreerd met de cloud oplossing, de cloud mail zeg maar van Microsoft, de Office 365, en dan kan je dat beheer eigenlijk ook centraliseren. Dat is eigenlijk een hybride systeem waar je dus zowel je eigen mailserver intern hebt als de mailserver op Office 365. Dus ik denk dat dat ongeveer al een klein overzicht geeft van de mogelijkheden van Exchange 2013. De grootste mogelijkheden zitten in PowerShell, er zijn heel veel functies, zeker in vergelijking met 2010, verdwenen en die kunnen dan enkel via PowerShell gaan gebruiken.